ideale manier geweest om een teleurstellende interlandweek van je af te spelen? Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk, nadat ik daar weg ben gegaan, heb ik me volledig gericht op deze wedstrijd. En dan is het natuurlijk lekker dat je met je ploeg samen, met de staf, met iedereen binnen Feyenoord zo'n prestatie eigenlijk en een vrij makkelijke overwinning vandaag neer kan zetten. Ging het, over dat makkelijke gesproken, heel veel eenvoudiger dan je van tevoren had kunnen bedenken met elkaar? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen dat zo kan beamen. Ik denk, als je normaal AZ uit als voorbeeld neemt, dan is het normaal een hartstikke lastige wedstrijd en win je daar niet zomaar. Maar als je vandaag denk ik de verhoudingen zag, dan was dat het wel. Ja, want bij rust sta je ruim voor, maar het had nog veel ruimer kunnen zijn, hè? Ja, klopt. En dat is iets waar we dit seizoen natuurlijk een aantal keer mee hebben gezeten om de wedstrijd eerder op slot te gooien. Je komt eigenlijk gelukkig op 1-0 voor. Ja, dat is natuurlijk een heerlijk begin na anderhalf minuut, geloof ik. En als je ziet hoeveel kansen wij daarna hebben gecreëerd, dan moet je die score natuurlijk sneller uitbreiden. En dat bleef eigenlijk uit. En eigenlijk voor rust, denk ik, maak je een granatenklap om de 3-0 te maken. Ja, is dat, Jordi, het verschil met heel veel eerdere duels in deze competitie, dat je nu wel de doelpunten maakt waar je eerder ook heel veel kansen hebt gekregen? Ja, zeker weten. Je ziet dat als je ze wel maakt en je komt eigenlijk vrij snel op 2-0, dan wordt zo'n wedstrijd makkelijker. Dan weet je dat de thuisploeg moet gaan komen. Dan krijg je zelf ruimte. En ik vond dat we als team goed compact speelden en eigenlijk veel druk op de bal zetten zodra eigenlijk de bal op onze eigen helft kwam. Ja, realiseer jij je dat je vandaag ook weer een formidabele wedstrijd speelt zelf? Ik doe het als team en als eenling, zeg maar, wil je daar graag je steentje aan bijdragen. Ik denk dat ik niet mezelf per se eruit hoef te pikken. Van iedereen heb ik genoten. En ik vond dat ik zelf ook lekker in de wedstrijd zat. En dan is het makkelijker spelen natuurlijk met het hele team als iedereen goed in de wedstrijd zit. Ja, dan over die interlandperiode. Hoe was die voor jou? We zagen je af en toe op die bank zitten tegen de Turken. Zagen we je balen volgens mij. Was het één grote teleurstelling voor jou? Ja, tuurlijk. Als speler zijn, als je niet speelt, dan ben je daar teleurgesteld in. Ja, wat zijn verder je gevoelens daarover? Ja, die hoef ik denk ik niet hier te gaan vertellen. Als speler zijn, dan wil je gewoon graag voetballen. En als je niet speelt, ben je teleurgesteld en dat was ik. Ja, en dan is er die knieblessure waardoor je niet tegen Spanje kan meedoen. Dan gaan mensen twijfelen of je die blessure echt hebt. Wat vind je daarvan? Wat kun je daarover zeggen? Ik denk dat de mensen niet te snel moeten speculeren. Ik denk dat de mensen die mij hebben behandeld en die dicht bij mij staan, dat die moeten oordelen. En niet mensen van buitenaf die eigenlijk totaal niks weten. En die eigenlijk mij persoonlijk niet eens kennen, want ik denk als je mij kent, dan zal ik dat nooit doen. En ik ben daar niet zelf weggegaan. Ik heb dat besproken met de dokter en ook met de trainer. Dus bij deze wil ik daar eens nog op zeggen dat mensen niet te snel moeten oordelen daarop. Ja. Wat heeft dit allemaal voor gevolgen voor jouw relatie met Guus Hiddink? Geen. Wat jou betreft helemaal niet? Nee, voor mij betreft niet. Het is een keuze van de trainer en spelers zijn, dan moet je dat accepteren. En natuurlijk ben je teleurgesteld en dat mag en dat was ik ook, maar mijn relatie zal er niet slechter op worden met de trainer. Ten slotte, Ajax verspeelt punten in Utrecht. Geloof jij nog in plek 2? Je moet altijd een doelstelling hebben, vind ik. Maar ik denk dat het voor ons belangrijk is om ons op plek 3 te richten. Er zijn nu 7 punten van los. Je hebt vandaag een goede overwinning behaald, waardoor je eigenlijk een marge hebt van 7 punten eigenlijk op de 8 volgers. Maar daarin moeten we wel scherp blijven en gewoon met beide benen op de grond blijven staan. Want we krijgen nog 5 lastige wedstrijdjes. En daarin moeten we elke wedstrijd als een finale zien. Het is nog niet gespeeld en als ploeg zijnde willen we ons graag plek 3 richten.